De Papklok, de op ene oudste klok van Utrecht. Hier in het Bartholomeus Gasthuis wordt na jaren van stilte de klok weer geluid. Een taak van het Utrechts Klokkenluidersschilder. Voorzitter Theo van Soest is klokkenluider van de Papklok. Het is niet heel gemakkelijk om klokkenluider te worden. Het hangt ook heel erg van jezelf af. Als je gevoel voor ritme en timing hebt, dan kun je het eigenlijk gewoon in een paar minuten leren. Maar dat is lang niet iedereen toevertrouwd. En bovendien, bij heel veel klokken hangt er nog een touw aan wat de meeste wilde bewegingen kan maken. En als je daar niet goed mee omgaat, dan kun je het ritme van de klok helemaal verliezen als het ware. De papklok luidt iedere dag om 12 uur 's middags. Zo wist men 500 jaar geleden dat het tijd was voor de lunch. Zo is waarschijnlijk de historie, want over het gebruik van de klok, daar is niets over terug te vinden in de boeken van het Bartholomeus Gasthuis. De klok komt uit het jaar 1471 en is daarmee de op één na oudste klok van Utrecht. Opvallend genoeg bestond er in de middeleeuwen geen klokkenluidersschilden. Dat was helemaal geen baan. Er was een torenwachter en die ronselde wat mensen van de straat die met hem meegingen naar boven de domtoren in om daar de klokken in beweging te brengen. Ronselen hoeft vandaag de dag niet meer. Er is nu zelfs een wachtlijst. Waarom dat is, weet ik niet, maar we hebben nog steeds voldoende aanbod van mensen die luider willen worden. En als mensen eenmaal luider zijn, dan vertrekken ze meestal alleen maar vanwege ziekte of verhuizing. Omwonenden van het gasthuis zijn blij verrast met de dagelijkse geklingel. We hadden het erover gehad op kantoor inderdaad, want we hoorden die klok nu iedere dag luiden. Dus we dachten, is er nou iedere dag iemand overleden? Want meestal doen ze dat als er mensen overlijden. Maar toen bleek dat ze iedere dag om 12 uur weer gaan luiden. En ik vind het wel een gezellig en vertrouwd geluid. De papklok heeft geluid, dus tijd voor het middageten. Eet smakelijk!